eerste fase van het opschalingsplan om de COVID-19-crisis in Suriname verder onder controle te krijgen, gaat binnenkort in uitvoering. Dit plan is op vrijdag 15 oktober 2021 door de Nationale Ziekenhuisraad aan de regering gepresenteerd. Tijdens de presentatie is ook een beeld gegeven van het kostenplaatje voor de zorg van een COVID-19-patiënt. Claudia Marika Redan is voorzitter van de Nationale Ziekenhuisraad. Ja, we hebben zojuist een meeting gehad waar gekeken is naar de opschalingsmogelijkheden om de COVID-crisis nu gaande te beheersen. Daar zijn voorstellen voor gedaan. De afgelopen dagen is een team ijverig bezig geweest om dat te bekijken. En vandaag is er een faseplan gepresenteerd. Waar het op neerkomt is dat er gekeken is met name naar het opschalen van de ziekenhuiscapaciteit. En daar is een plan uit voortgevloeid. En we kunnen zeggen dat met toch wat moeite het gelukt is om wat meer ademruimte te krijgen. Het zal nog een opgave worden om alles in place te krijgen. De toezeggingen zijn daar vanuit de verschillende ziekenhuizen. Natuurlijk zijn er een aantal punten die extra aandacht behoeven, zoals de human resource. Ook de artikelen, de verbruiksartikelen die nodig zijn, medicatie, noem maar op. Maar het is werkbaar, het lijkt werkbaar. Dus we gaan de komende dagen gaan we invulling geven aan het plan. Concreet is het dus een opschaling van de ziekenhuiscapaciteit. En natuurlijk is het deels afgestemd op de fase waarin de pandemie zich nu bevindt. De fase waarin de golf zich bevindt. We hopen dat we de komende tijd toch wat afname van de golf gaan zien van het aantal infecties. Omdat de mensen ook natuurlijk aan het eind van hun latijn zijn, de dienstverleners en ook de resources, die zijn zo langzamerhand uitgeput. Dus het is een enorme effort. Het zal niet eenvoudig zijn, maar toch houden we ervoor om deze fase toch tot een goed eind te brengen. De gedachte is dat COVID eigenlijk te voorkomen is, tenminste een COVID-opname. Het erg ziek worden van COVID is te voorkomen. En het enige wat we moeten doen is vaccineren. Dus het komt erop neer dat COVID uiteindelijk een onderdeel zal worden van de algemene ziekenhuiszorg. En we willen mensen van deze plek nogmaals aanmoedigen om te vaccineren. Omdat los van het feit dat je er aan dood kan gaan, is het heeft een enorme impact op het zorgland. En ons zorgstelsel, het is bekend dat we de afgelopen jaren flink ingeleverd hebben en heel veel zaken zijn achteruit gehold. Maar COVID heeft een enorme impact gehad, nota bene, dus daarbovenop. Dus de gedachte is dat we COVID, erg ziek worden van COVID, kunnen voorkomen. En dat moet ook als zodanig gepredikt worden, omdat de gevolgen voor het zorgenland zijn niet gering. Nationaal Ziekenhuisraad heeft dus vandaag inderdaad een deel van dus opschalingsplan gepresenteerd. Je moet er rekening mee houden dat het opschalingsplan van het ziekenhuis is onderdeel van dus het crisisplan dat met de president afgesproken is richting december. En we hebben dus vier onderdelen, het gegeven moment vaccinatie gebeuren, outreach program en ook natuurlijk gegeven moment hoe gaan wij dus nu de COVID-positieve opvangen binnen de ziekenhuizen. U weet al dat er gegeven moment al geruime tijd geroepen wordt dat er een beperkte capaciteit is. Personeel in het ziekenhuis is overwerkt, burn-out. En we hebben op een gegeven moment ook nog te maken met uitstroom van mensen richting het Caribisch gebied en ook Nederland. Dat maakt dat we op een gegeven moment dus de afzetten van de voorgaande golven, dat wij dus minder zorgpersoneel ter beschikking hebben voor die COVID-zorg. Verder moeten we ook rekening houden dat we uiteindelijk na anderhalf jaar ook weer geen aandacht moeten besteden aan die reguliere zorg. Dus voor ons is het heel erg belangrijk om een balans te vinden tussen de reguliere zorg en die COVID-zorg. Desondanks hebben we gezegd, we kijken ook natuurlijk naar wat er gebeurt binnen die COVID-zorg. We zien op een gegeven moment ook dagelijks hoeveel mensen komen te overlijden. En we zien op een gegeven moment ook hoeveel mensen in principe op dit moment niet in een ziekenhuisbed belanden.
Op basis daarvan hebben we op een gegeven moment weer als Nationaal Ziekenhuis en natuurlijk ook op verzoek van de president hebben wij dus gezamenlijk gekeken de afgelopen 2 dagen van wat kunnen we allemaal nog meer betekenen om dus ziekenhuisbedden ter beschikking te stellen. Rekening houden met alle verschillende randvoorwaarden die op dit moment gewoon niet voorhanden zijn. We hebben dus een opschalingsplan gepresenteerd. Natuurlijk is het een gefaseerd plan, fase 1, 2 en 3. En fase 1 behelst in principe dat wij dus nu opschaling zullen doen van plus minus 90 bedden. Misschien moet ik het anders verwoorden. We hebben dus nu op dit moment zijn er dus 130 bedden opengesteld. Dus binnen Paramaribo en 30 in Nikeri. Dus dat is op een gegeven moment bij elkaar opgeteld, 160 bedden die op dit moment, gegeven moment uiteindelijk met COVID-positieve patiënten zijn. We hebben ook nog de mensen die gegeven moment in thuisisolatie zitten. Dus wij noemen dat in principe, we tellen het ook op. Dat zijn ongeveer 150 mensen, dus 150 mensen met een zuurstofconcentrator thuis. Dus bij elkaar opgeteld zijn er op dit moment, pakweg kan je zeggen, 300 plus mensen die in ziekenhuis behoeftig zijn en aan een zuurstof behoren te zijn. We hebben dus gezegd dat we dus vanaf het weekend, vanaf komende week, dat wij dus nog eens 90 plekken. En dat gaat natuurlijk van de verschillende ziekenhuizen. Elk ziekenhuis moest gegeven moment dus aangeven wat ze nog een gegeven moment ter beschikking kunnen stellen aan aantal bedden. Rekening houden dus met gegeven moment de schaarse human resources die we gegeven moment available hebben. We hebben dus gezegd dus dat we in het Wanica ziekenhuis blijft in principe voor de ziekenhuizen onze designated COVID hospital. Voor dus de intensieve zorg, daar zijn aangewezen in eerste instantie het academisch ziekenhuis, vervolgens het Slanshospitaal. En dan gaan we dus nu in de volgende opschalingsfase komen op een gegeven moment ook dus RKZ en het Diakonessenhuis in beeld als het gaat om mensen die veilig op de intensive care terecht moeten komen. Dan hebben we ook gekeken naar de mensen die uiteindelijk met gewoon aan zuurstof moeten of wat andere soorten ziektebeeld nog bij hebben, dus met COVID er bovenop, dat ze in ziekenhuizen moeten liggen, hebben wij dus het Wanica ziekenhuis. Gaan we dus verder opschalen, komen er 75 bedden bij. We gaan vervolgens gegeven moment ook nog in het RKZ verder opschalen. Ook in het Diakonessenhuis gaat gegeven moment dus nu in de komende week verder opschalen. En KKF gaat ook verder opgeschaald worden. Ik wil erbij vermelden dat het KKF geen ziekenhuis is. Maar we proberen zoveel als mogelijk gegeven moment toch wel mensen op te vangen in afwachting op een ziekenhuisplek. Dus met en al proberen we gegeven moment dus rekening te houden met dus de beperkte middelen. Het belangrijkste voor ons is gegeven moment de beperking die we hebben op het gebied van HR. Je moet begrijpen dus dat human resources een heel belangrijk aspect is. Want uiteindelijk zijn het zieke mensen die je moet behandelen. En je hebt gegeven moment ook wel de professionals nodig. Je hebt de verpleegkundigen nodig, je hebt de artsen nodig, je hebt gegeven moment ook de specialisten nodig. En alle drie categorie mensen geven aan dat ze gewoon heel erg moe zijn. Ja, we merken ook dat dus de COVID-positieven die dus thuis verslechteren, die komen dus richting KKF checkpoint. Dat is op een gegeven moment ook doorgegeven. Sommige melden ze op een gegeven moment dus zelf aan en andere gegeven moment via hun huisarts. Dat is eigenlijk de normale route. Ik wil benadrukken dus dat mensen die op een gegeven moment komen richting KKF checkpoint, het is dit moment lopen we dus dagelijks gewoon vol, overvol van patiënten die zich op een gegeven moment aanmelden. We doen ons uiterste best om iedereen te helpen. Dus we vragen op een gegeven moment ook dus dat de mensen die komen, met name de begeleiders die meekomen, dat ze dus rekening houden met de situatie al daar. We hebben veel te vaak in de afgelopen periode meegemaakt dat wij dus extra beveiliging hebben moeten inroepen. We hebben ook steeds op een gegeven moment dus de politie erbij moeten halen, omdat dus mensen natuurlijk heel erg emotioneel worden als ze dus merken dat er geen mogelijkheid meer is om hun geliefde op te vangen of zijn geliefde komt te overlijden ter plekke. Dat we dus zien dat dus de mensen hier met onze dienstverleners of eigenlijk ons personeel aanvallen met alle gevolgen van dien. De mensen zijn er in principe om jullie te helpen, om dus de zieke mensen te helpen. Ze doen het echt wel op een gegeven moment rekening houden met de beschikbare middelen die ze hebben. En gelooft u me, als ze inderdaad zeggen dat er geen plek is, is er geen plek. Ze doen er alles aan. Mensen die daar komen zien ook dat er nog steeds mensen van tijd tot tijd nog in de rolstoelen zitten, aan een zuurstofcilinder, zeg maar zo. Maar het is geen prettig beeld dat zich daar nu op dit moment voordoet. Maar houd er alsjeblieft rekening mee. De mensen werken, ze zijn er gegeven moment voor u om u te dienen. Maar ze vragen ook dat u hier met respect voor ze opbrengt en dat u dus niet gegeven moment tekeer gaat daar tegen de mensen, anders lopen ze weg. Belangrijker nog is gebeurd is dat veel van ons apparatuur vaak gewoon wordt stukgeslagen, vanuit emoties vermoedelijk. We vragen ook dat u dat achterwege laat. En we snappen het dat u geeft, maar dat u het moeilijk heeft op dat moment. Desondanks doe ik van deze kant een beroep op die gemeenschap.
dat we er rekening mee houden dat het geen makkelijke periode is. Ook niet voor dus de dienstverleners die aan de andere kant staan. Ze hebben het heel, heel, heel erg moeilijk. Dat wil ik hier meenemen.